3, 2, 1. De weerstand is eraf. We gaan deze ook eraf. Rustig doorblijven. Probeer je ademhaling weer op. What's up, guys? What's up, cycling fanatics? Today, I'm going to give my best shot at a test that's unbeatable. I've got a meeting with Guido Froome. He's a sports doctor. And today we're gonna do my anaerobic threshold test to determine my functional threshold power. Guido is an expert in these tests and he's worked with a lot of professional cycling teams. I'm gonna do the test on my own bike. Last time I did a test like this was more than a year ago, so I'm very excited. I'm can't wait to see what happens today. Goedemorgen. Goed. Goed? Ja. 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 Ciao. Ja, goed. That was Gert Jacobs. He's a former pro cyclist, and he's here just to see how the test is going, and we're gonna talk about this year's racing. So I'm here in the center. You can see some pretty bikes over there. Guido is putting the bike on the Cyclist 2, which is the ergometer to perform the test. So after Guido put the bike on the stand, we went through some tests. We checked my fat percentage, height, weight. Now we are setting up the heart rate monitor, putting some stickers on my body and adding some sensors to it, so they have a very accurate way of measuring heart rate. Ik reed in Baren met 6,5. Nou, we beginnen inderdaad met 120 watt, zo dadelijk. Oké. Ga ik 3 minuten 30 watt erbij. Ja. Dus als je tot 520, nee, tot 510, 540 komt, dan heb je wel die meeste mannen van Amersfoort achter je gelaten. Daar gaan we voor dan. Dus. Ja, dit zijn allemaal lichte mannen, hè? Here's the oxygen measuring device. So there's a mask on your face, which is an airtight seal. So all the air goes through the sensor. Yes, 120. And now we have started the test. We're starting on 120 watts. Every 3 minutes, 30 watts will be added. We gaan niet heel veel met jou praten, we gaan alleen maar terug praten. Dus we willen niet je ademhalingspatroon beïnvloeden. So while I'm riding about 120 watts, it's very easy. And Guido is just checking my data from last year. Fast forward, because this is going to take a long time. 20 minutes later. Alright, here I'm on 300 watts, which is a decent amount of resistance. Still below my threshold, so still fairly easy to cope with it. 330 watts, still below threshold. 360 watts, this was my threshold of last year. watts, this is where I go above my threshold. This is when it starts to get really, really hard. Kom op, over 10 seconden komt de volgende stap en dan ga ik elke minuut omhoog tot je niet meer kunt. Kom op, een paar minuten nog doortrekken in het rood. So now because I'm above my threshold, we're gonna do steps of 1 minute instead of 3. So 420 watts for 1 minute and then we're gonna step to the next. 10 seconden komt de volgende stap. Kom op, 450 gaan we dit doen. 10 seconds to go for 450 watts. now.
Keurig, kom op, hou vast dit. It's getting really, really hard. I'm just trying to push as hard as I can, try to stay stable. 10 seconds. As you can see, my cadence is increasing too. Je tacht, kom op, kom op. 480 watts. Klasse, hou dat tempo vast, kom op. Ja goed, hou dat ademritme vast, zo. Kom op. Drie seconden, val hem nog een keer op, hè. Kom op. Another step. Gaan we naar 510. Een minuut, kom op. 510 watts is where I filled last year. Klasse, kom op, concentreer je, hou vast. 30 seconden alweer voorbij. 10 seconden. En val hem nog een keer op, hè, kom op. 10 seconds to go for the last minute. Daar komt ie. Another increase. Kom op, kom op, kom op, kom op. 540 is dit. Kom op, kom op, kom op, kom op. Now. I'm going crazy. This is really, really hard. Kom op, blijf doorgaan. Kom op. Niet hyperventileren, hè. Kom op. Guido's giving me some tips. Kom op, kom op, kom op. Laatste stukje. Kom op. 20 seconden nog. Daarna mag je uitvissen. Kom op. Laatste stuk. Alles eruit dit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De weerstand is eraf. We gaan deze ook eraf. Rustig doorblijven. Probeer je ademhaling weer op rustig peil te krijgen. Goed gedaan, man. Hou iets boven de 50 omwenteling, anders voelt hij heel zwaar aan, dan wordt hij ook zwaarder. Ben je er nog? Nog niet? Oké, okay, rustig doen we. Hij was goed. Goed kapot. Ja. Ja, dat is ook de bedoeling. Goed man. Ja, hij was wel goed. Fuck. Oh. Niet stoppen, want dan zakt je bloeddruk te veel. Ja, hij was wel mooi, hè? Ja. Dat was wel goed. 540? 540, ja. Ja. Zal ik een mailtje sturen naar Rompot? Ja. Ik zal hem even attenderen, joh. Want... Oh. Er zit een hele goede motor in. Leuk, hè? Ja, echt heel erg leuk dit. Dankjewel. Hey, super bedankt. Ik stuur je alles op, jongen. Dankjewel. Goed? Ja, oké. Okay. I just finished my my test and I can say this was a very, very hard test. But I made a major improvement with last year. Pretty happy about it. And Guido is gonna send me all the data. And when I get the data, I'll put it in the video and I'm gonna show you how much what I can actually put out. Thanks Guido, very professional guy, and Gert Kelman, thanks a lot. He was there to check out what was happening. We're gonna do some cool things this year, I think. I'm gonna wait for the results. My threshold power was around 375, so it was an improvement of last year. So bijzonder dat een BMX was een hoge VP max hier. Yeah. Of hij had vroeger niet moeten gaan BMX'en natuurlijk, kan natuurlijk ook. Ja, dat kan ook. Nou, ik heb het wel goed gedaan. Dus... Ja. Je bent gewoon overal goed in, dat kan ook, hè? Dat kan ook wel. Allrounder. Ja, ja. Okay. Nou, wie moet het mee doen, gek? Ja, jongen, er zit power in, man. Zo. Hè? Er zit power genoeg in. Hè? En je kan het lang volhouden, dat is helemaal geen probleem. Ja, wat moet je worden? Ja! Vertel eens! Wat wil je horen? Wat moeten we van je maken?